Zijn ze van iemand? Chris. Oh, Chris. Brrr. Dat is eigenlijk niet voor ons. Nee, maar ja, goed, we proberen nog jong en hip te zijn. 70 uur per week werkt zij. Ik vond hem altijd een beetje een kneus. Ja. En nu zie ik hem zo tijdens die persconferentie en denk ik, dat is ons Mark. Vind jij hem sexy? Persconferentie. Chunky Boots. Dr. Martens. Dok. Deze hebben jullie toch altijd aan? Ja, van die kisten. Van die klompen. Ik zie natuurlijk Chunky Boots. Chunky Boots. Is dat de naam van die schoen? Ja, ik hoorde het net 1 seconde geleden voor het eerst. Ik had geen idee. Ik krijg hem dus niet van die tafel. Ja, volgens mij is het een schoen, maar ik weet het niet zeker. Ik heb het idee dat mensen die dit soort schoenen dragen, met die dikke zolen, dat ze allemaal stinkvoeten hebben. Hoele. Zijn ze van iemand? Ik ben een hater van Chunky Boots. Ik ben een lover. Ik vind fashion. Iedereen moet gewoon lekker schoenen dragen waar hij of zij zich fijn bij voelt. Dus ik ben een lover. Chunky Boots, wij dikke zijn lover. 100% lovers. Echt. Ik ben ook een lover van Chunky Boots. Ah man, dat vind ik moeilijk. Ja, toch een hater, sorry. Ja. Ja, stink hè? Ja, ik vind het prima joh. Ja, ik ben ook een lover ervan. Ik vind dat leuk staan. Ik ben echt een hater van dit soort grote Chunky Boots. Iedereen die schoen daar stinkt. Dat moest er even uit. Oh, ja, maar ik vind dat wel iets anders dan dit, ja. Dat is een tandje erger nog, hè? Chunky Boot XL. Ik zou, als ik zo iemand tegenkom, daar nooit ruzie mee maken. Want bang, dat je die in je tas krijgt. En het zegt toch ook wel iets over wat er gaat gebeuren als je dan met zo'n dame mee naar huis zou gaan, hè? Ja, heel vet. Deze schoenen vind ik echt heel vet. Ja, leuk. Oh, dan word je vastgebonden aan het plafond. Dan krijg je een bal in je mond. Dan wordt er van alles achteraan ingestopt. En dan kun je de volgende of deze haak in je rug. Beschuitje? Nee, hou maar. Ik vind het wel tof. Ik heb sowieso het idee dat een beetje die gothic-stijl wel steeds hipper is ook. Ja, want ik vind dat sowieso wel leuk. Dat is echt, als je met dat soort mensen meegaat, kijk naar de schoen en beslis dan. Niet doen. Hè, dat is een rijmpje. Ik ben toch een laffer, merk ik nu. Ik denk dat mannen dit misschien minder leuk vinden. Ik snap wel dat een man een hak mooier kan vinden dan dit. Ja. Ja, ik heb al de mening van mannen over mode losgelaten toen ze zeiden dat high-waisted jeans stom waren. Toen dacht ik, ja, jullie zeggen maar wat. Ja, mannen willen niet per se heel vrouwelijk. Een beetje simpel schoentje, prima. Ik hou meer van een subtiele, sportieve schoen bij een meisje. Ik vind Nike jij houdt sowieso over dingen die mensen die niet iedereen heeft, hè? Ik denk dat mannen gewoon meer denken van het moet niet anders zijn dan gewoon standaard. Dat ze gewoon aan het idee moeten wennen, maar dat over een paar jaar mannen dit ook super prima vinden. Nee, Chunky Boots echt bij de vrouw, dat moet je niet, dit moet gewoon niet doen. Ik vind het niet mooi. Maar dat is ook misschien persoonlijk, ik vind dat subtiele zeg maar bij een vrouw juist wat leuker zeg maar. Ja, wat eleganter. Eleganter, dat is vrouwelijker. Ik heb ze zelf aan, maar ik heb er toch een soort van haat- en liefdeverhouding mee. Want ze zitten zo kut als je ze in moet lopen. De bloed, zweet en tranen dat het kost om die schoenen in te lopen. Dan moet je echt, als je er eenmaal aan bent begonnen, dan moet je ook doorzetten. En dan niet naar je vent luisteren omdat hij het niet mooi vindt. Ik heb ook mensen gesproken die ze aan hebben dat ik vroeg, hoe lang heb jij dit moeten inlopen? En dan zegt ze, ja, 2 jaar. Ja, echt. Ik krijg wel echt blaas van deze schoenen. Vroeger hadden gothics dit altijd aan, toch? Klopt, toen waren alleen gothics met van die hele dikke zolen. Tegenwoordig is deze look wel voor iedereen toegankelijk. Ik heb een zoontje van 3 en die heeft ze aan. Die draagt dit soort schoenen. Ik weet, vroeger was het vooral mensen die heel alternatief waren die dit alleen maar droegen. Maar nu is het vooral ook Amsterdamse hippe meisjes. Chris. Oh, Chris. Ja, dit vind ik gewoon mongolisch. Oh nee, god. Three, drop. Wat is dit dan? Dat is die TikTok, toch? Oh, wietse. TikTok. Ik ben een lover van TikTok. Ik ben ook een lover van TikToks. Ja. Ik ben een lover van TikTok omdat jullie hebben me goed gesupport met Tigers. Je weet dat love to the lost kids. Ik ben met die Tigers. Tigers en wangen, niet met liars. Liars. Ik ben een hater van TikTok. Ja, het is gewoon niet mijn ding. Ja, ik ben gewoon een lover van social media in het algemeen, weet je. Ik ben ook een lover van TikTok. Nou weet je, ik ben in principe een lover, maar een hater voor mezelf. Ik ben ook een lover van TikTok. Ik ook. Ik ben een lover van TikTok. Ja, ik vind het best wel een creatief social medium. Ik haat TikTok. Jullie moeten wel even een andere, eigenlijk een andere titel. Dat haten is zo lovers of minder leuk vinden. Ik vond het eerst heel erg stom. En daar hadden wij het ook een keer over. En ik zei van ja, ik vind het eigenlijk een beetje juist creatieve armoede. Want je ziet alleen maar dezelfde filmpjes door andere mensen nagedaan.
Ja, ik weet wel wie een hater is, Instagram. Als ik TikTok zou moeten beschrijven, dan is het gewoon eigenlijk Instagram, maar dan met filmpjes. TikTok is meer een beetje een soort van toneelvereniging of zo waar je in terechtkomt. Terwijl Instagram is allemaal van je mooie kant laten zien. Maar TikTok heeft heel veel te maken met dansjes en een bepaalde manier van filmen en trucjes. En ik kom veel meer in theater binnenlopen als ik naar TikTok ga. Oké, filmpjes met een geluidsopname op de achtergrond waar dan iets mee gedaan wordt. Je hebt dans-TikToks. Sommige mensen gaan pranks uithalen met anderen. Ja, leuk. Games. Natuurlijk de dansjes. Yes. Memes. Zingen. Ben het zat met al die 12-jarigen op TikTok. Je moeder erop, je vader erop, je opa, oma. Ik vind die opa en oma TikToks helemaal geweldig. Ja? Ja, dan gaan ze weer dansen zo. En... Denk jij dat dit de nieuwe Instagram is? Ik hoor dat het Instagram al ingehaald. Volgens mij heeft het nu ook evenveel gebruikers als Instagram of zelfs meer. Heeft Instagram al ingehaald? Ik hoor dat het de snelst groeiende app of zo'n soort shit. Is het echt zo populair? Ja, niet normaal. Ja? Instagram, zeggen ze, gaat dood en TikTok is het nieuwe ding. Eigenlijk zit TikTok nu, waar Instagram in 2012 zat. Ja, er zijn nog niet zoveel regeltjes. En met Instagram zijn er nu wel wat regeltjes. Dat maakt het wel leuk. Doe jij het ook? TikTok? Nee. Ik vind het wel iets voor jou. Ik heb het nu, je kan me volgen op TikTok. Ik ga geen rare dansjes doen of zo, maar gewoon promoting. Heb je TikTok? Ik heb een account, maar geen filmpjes. Ik heb het ook nog nooit gedaan, want ik heb het één keer bij iemand op zijn telefoon gezien. Het is echt een gamechanger in de muziekwereld. Want dat wel, ja. Een nummer wat op TikTok verschijnt en het wordt een trend, zelfs op radio draaien ze die nummers nu. Ze moeten betalen, talen. Ik ken alle fucking talen, behalve betalen. En ik voel me ook te oud soms voor sommige dingen op TikTok. Echt ik waar. Ook. Dus eigenlijk niet voor ons. Nee, maar ja, goed, we proberen nog jong en hip te zijn. Het is ook een beetje een kleinere doelgroep, toch? Jongere doelgroep. Ja, dat was het. Maar kijk, ik denk door heel die corona shit, en zijn nu ouderen zijn ook op TikTok. Wat is er met die arm gebeurd? Want nee, ik had onhandigheid met de fiets. We zien Mark Rutte. Ja. Onze premier. Onze minister-president, Mark Rutte. De stoep wilde rechtdoor, ik wilde linksaf. Op zaterdagavond. Nou, dit was nog niet tijdens dat wel verleden, metersamenleving. Ik vind het wel mega leuk dat hij dan hier zit. Ja, dat doet hij altijd goed. Hij weet heel goed hoe hij de juiste toon moet pakken. Nou ja, Mark Rutte. Ja, nee, ik vind hem ook... Wacht even, ik moet even een boertje laten. Oh, doe maar. Hè? Ik ben een lover van Mark Rutte. Nee, ik liet jou gewoon eerst gaan. Oh, sorry. Ik liet gewoon jou gaan. Ik dacht, pak je moment. Ik vind het een sympathieke vent. Ik heb er wel respect voor. Absoluut. Ik ben een lover van Mark Rutte. Ik ben een lover van Mark Rutte. Hij doet het ontzettend goed. Lover. Ik ben ook een hele erge lover van Mark Rutte. Ik vind echt dat hij het in de coronacrisis mega goed heeft gedaan. Hé, hey, kom eens hier met je bordje. Oh god, hij heeft je wat verzonnen. Ik ben dit. Ik vind het allebei prima. Ik vind zijn partij fantastisch en ik vind Mark Rutte vind ik het ook heel goed doen. Ik oordeel gewoon puur op hem. Ik vind het een sympathieke vent. Hij stond een keer op Utrecht Centraal, was ik met een vriend van mij uit Amerika. Ik zei, loop even naar hem toe, maak een foto met onze minister. Nou, dat deed hij. Vond ik heel leuk, dus daarom mag ik hem. Maar dat is de eerste indruk is altijd belangrijk, hè? Daarom ben ik altijd heel onaardig tegen iedereen die ik voor het eerst tegenkom. Want je wil een slechte indruk. Mag een foto? Nee! Ik vind dus dat hij dus ook best wel gewoon lekker normaal is. En dan zie je hem dus... Ja, nee, maar serieus. Komt hij op zijn fiets ergens aan fietsen. Dan heeft hij het over zijn lievelingsrestaurant. Dan zegt hij, nou, ik ga altijd bij de Indonesiër eten en echt lekker. Ik vind het echt zo'n Hollandse president. Dat is het. Niet te gek. Doe maar normaal, dan doen we al normaal. Gek genoeg. Ja, ik vraag me dan af, zit er niet gewoon een persagent achter die zegt, Mark, jij gaat lekker met die fiets? Ja, dat hij gewoon met de fiets naar werk gaat, weet je, joh, laat hem lekker. Ik vind het een publiciteitsstuntje. Ik vind dat wel lekker. Ik ben hier ook gewoon nog met de trein, hoor. Ik vind hem wel charismatisch. Resoluut, diplomatiek. Het is gewoon een sympathieke gozer. En dat pleit altijd voor je. Ja. Ik vond hem altijd een beetje een kneus. Ja. En nu zie ik hem zo tijdens die persconferentie, denk ik, dat is ons Mark. Vind jij hem sexy? Persconferentie. Maar ik denk dat je er best een keer een borrel mee kan drinken. Oh, dat denk ik ook. Ik denk ook. Ja. En ik denk dat zijn privéleven heel wat denderender is dan je denkt. Dit is eentje die in de gordijnen hangt. Ja, hij is wel... Ik denk dat hij stiekem wel vroeger gewoon wel die guy met die kan bier in de kroeg was. Stiekem. Ik ben echt zo benieuwd naar deze gasten achter, want hij laat weinig zien. Hij laat zo weinig zien. Dat doet hij goed, hè. In 10 jaar lang weten we nog steeds niks van hem. Ik weet niet of hij op zaterdag nou een drankje drinkt. Ik weet niet. Kijk, en dat hoeft hij van mij ook echt niet te vertellen of hij nou een vriend of vriendin heeft. Maar ik wil wel eens weten, wat doet deze gast op zaterdagavond?
Ik wil meer van hem weten. Ik denk gewoon dat hij heel veel werkt. Ik denk dat Mark Rutte meer aan het werk is dan dat wij doen. Hoeveel uur zit er überhaupt in een week? Ik denk dat hij 24. Elk uur van de dag aan het werk is. En ik denk dat dat ook de reden is dat hij nog geen vrouw of kinderen heeft. 70 uur per week werkt hij? Hij werkt echt veel, dat weet ik. 78 uur per week. Ja, zoiets. Hij geeft ook nog les op een middelbare school, hè? Ja, hij geeft maatschappijleer. Dat is fucking vet. Eén keer in de week. Ja, echt waar. Hij geeft maatschappijleer op een middelbare school. Hoe zouden wij zijn liefdesleven omschrijven? Ja, ik denk persoonlijk, als je zoveel aan je hoofd hebt, dat het lastig is om ook ruimte vrij te maken in je hoofd voor liefde. Denk daar ga je dan ook helemaal in op. Stel je voor dat hij verliefd is en hij moet ondertussen de coronacrisis het land uitwerken. Luister, als je Mark Rutte bent en je werkt 70 uur per week, hoeveel tijd heb je dan nog voor je gezin? Hij heeft geen gezin. Hij zit toch op Tinder? Zit hij op Tinder? Ja, volgens mij wel. Hij is helemaal normaal gebleven. Ja, blij. Ik denk ook de week nadat hij klaar is, dan wordt hij in één keer gespot op het terrasje. Met wat er ook aan zijn zijde staat. Oh, is het een clown? I don't care. Dat heeft hij echt zo goed uitgespeeld. Zeker. Ochtendseks is een beetje hetzelfde als middagseks. Je maakt er wat van. En in de avond is het zo. Dat ligt Martijn vindt het zo. Je komt uit. Oké. Dus ik weet nog niet wat de vraag is. Blijf een ochtendseks houden. Of dat je hem in alle drie de gaten stopt als het mee is. Of dat we in alle drie de gaten hebben.